Beste medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten. Wat een vreemd en moeilijk jaar hebben we achter de rug. De coronacrisis heeft heel veel van ons gevraagd, maar dankzij ieders inzet is de zorg en ondersteuning voor de cliënten overeind gebleven. Ik wil dan ook graag mijn enorme dank en waardering uitspreken. Ik ben er trots op hoe we in onze organisatie omgaan met de coronacrisis. Met oog en oor voor elkaar, met de inzet van nieuwe technologieën en samen met andere organisaties. We staan nu op de drempel van 2021, een jaar vol nieuwe uitdagingen waarin we hopen dat het coronavirus meer onder controle komt en dat we meer ruimte hebben voor andere dingen. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn nieuwe collega in de Raad van Bestuur voor te stellen. Ik geef het woord aan Jos Merks. Dag allemaal, ik ben Jos Merks, nieuwe bestuurder bij de Zorggroep. Ik ben blij en trots dat ik mijn steentje kan bijdragen aan deze mooie organisatie. Ik zie een organisatie met veel gedreven medewerkers en vrijwilligers die elke dag het beste willen doen voor de cliënten. Ik heb dan ook heel veel sympathie en respect van hoe hard er gewerkt wordt in deze coronacrisis. Hopelijk brengt 2021 ons meer geluk en kunnen we de strategische koers die is ingezet verder gaan uitwerken. Samenwerken aan vitale gemeenschappen waarin mensen zelfredzaam en bovenal gelukkig zullen zijn. Voor nu hoop ik dat iedereen goed kan bijtanken onder de kerstboom met familie en naasten. Nogmaals bedankt voor je inzet. We wensen je fijne feestdagen. En uiteraard een mooi nieuw jaar vol positieve gezondheid.